Nou, begin ook een intro. Een hele, hele goede morgen, deze morgen, lieve, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Kijk eens op de achtergrond. Kijk eens op de achtergrond. Bos. Ik ben weer in het bos. Ik heb het weer... Natuurlijk, het is hartstikke mooi weer. Dus dat werkt ook wel mee. Dat ik dan precies op de dag van vandaag, dat ik gepland had om weer in het bos te gaan beginnen. Om te proberen hoe dat het gaat met mijn kuit. En eventueel met de rest. Ben ik weer begonnen. In het bos. En het is... ik heb het echt gemist. Ik moet wel zeggen, ik moet er echt helemaal van vooraf aan beginnen. Want in het bos lopen is natuurlijk niet iets wat je zomaar weer eventjes oppakt. Tenminste, niet op mijn leeftijd. Misschien op andere leeftijden, jongere leeftijden is dat misschien wel een stuk makkelijker. Op mijn leeftijd is dat toch net even iets anders. En ja, ik kan dan beter rustig aan beginnen. En dat ik dadelijk weer ga volhouden. En dat ik weer volle bak de dingen aanga. En dan over anderhalve maand weer met een blessure komt zitten. Dus dat wil ik niet hebben. Ik ga weer proberen om dit rustig aan op te bouwen. Opbouwen dat ik weer... en hopende dat het ook weer meehelpt om mijn gewicht weer terug te krijgen. En ja, natuurlijk, alle oude gezegden, het heeft te maken ook met eten. Wat je naar binnen laait. Klopt. Klopt helemaal. Nogmaals, deels heeft ook een beetje te maken met je werk. Wat ik nu doe, dat de intensiteit op het werk fysiek gezien minder is dan wat ik deed bij quality service. En dan moet ik op een andere manier gaan compenseren, die fysieke belasting. En dan is hardlopen in het bos, is denk ik daar weer een nieuwe bijdrage bij. Voor mij nu. Dus wellicht dat ik het straks ga intensiveren door dan misschien door de week ook maar eens een keer te gaan hardlopen in het bos. Wordt natuurlijk langer licht. En ja, temperaturen gaan ook beter worden als het goed is. Dus dan ligt er misschien meer mogelijkheid om op die manier vaker te gaan hardlopen. Dan kun je beter ook zeggen van ik hoef dan niet meteen 6-7 rondjes te gaan doen. Maar gewoon het feit dat je dan weer bezig bent. Dat je fysiek weer meer verbrandt door de week. Dan, ja, weet ik wat. En de combinatie ook weer probeert te houden ook met fitness en zo. Dus, dat is wat me voor ogen staat. Dus, daar gaan we eens eventjes bekijken hoe dat we dit gaan controleren verder. Maar goed, vandaag, oh ja... Vandaag, EVV. Echt, voetballen. Ik moet trouwens echt gaan zeggen hoe dat ik dan straks, als ik niet meer bij het voetballen ben, wat ik dan ga doen met dit oppakken. Ik ga natuurlijk gewoon wel door, maar ja, wat ga ik dan zeggen? Nu kan ik iedereen nog terugvallen op een beetje het voetballen. Ja, dan heb ik even de zaakjes niks. Het is niet om ergens naartoe te gaan waar ik dan de week daarna over kan hebben. Maar goed, dat is dan een zorg voor later. Ik denk wel dat het goed gaat komen. Misschien maken we wel meer van langer. Stukjes. Misschien wel iets meer andere dingetjes, YouTube-achtige dingetjes. Wie zal het zeggen? Ik weet nog niet wat ik precies ga doen. Maar het zou zomaar kunnen. Maar ergens... vind ik het ook wel leuk om weer dat editen weer een beetje op te pakken. Dus om dingen samen te stellen, om filmpjes te maken, om iets te doen. Ja. En dan heb je natuurlijk, doordat je niet meer gaat trainen, heb je daar wel weer meer tijd voor. Dus er is ook nog een optie die ik wellicht zou kunnen gaan oppakken weer. Dus, ja, dat de mensen er blij mee zijn, interesseert me geen zak. Ik vind het gewoon leuk om dit te doen. Nogmaals, ik doe het voor mezelf. En ja, natuurlijk vind ik het leuk als mensen reageren. En
ja, je weet dat er ook sommige mensen zijn die reageren om te willen of ze moeten reageren. Of op een bepaalde manier reageren. Het is wel op reageren. Die op een bepaalde manier reageren waar je denkt van... Maar het maakt mij niks uit. Ik vind het helemaal prima zo. Ik vind het leuk. En als mensen willen kijken, dan kijken ze. Willen ze niet kijken, dan kijken ze niet. Dan hebben ze een mening over. Mooi. Hier is een ding. En dat maakt mij niks uit. Ik doe wat ik doe. Dus, nou, ik ben met z'n wat thuis aangekomen. Dus ik ga afsluiten. En dus, ik zeg duimpje omhoog even. En dus, ik zeg eventjes abonneer op de kanaal. En dus, ik zeg nog een keer duimpje omhoog. En zeg nog een keer duimpje. Abonneer op de kanaal. Tot de volgende keer. Ik zeg tot de volgende keer. Ik zeg tot de volgende keer. Ik zeg ciao.